Om jullie drieën even voor te stellen, hebben we het volgende hele kleine filmpje gemaakt. Breek het even uit. Ik zeg, doen. Oh. Ja, Otse, jij wat, klopt er iets niet aan het cijfer van jou? Nee, klopt. Een beetje positief aantal medewerkers. Maar binnen een jaar zitten we daar vast op. Oké, okay, we hebben iets te hoog ingeschat. Ja, we hebben ongeveer 100 mensen die werken in onze winkels en 55 op ons hoofdkantoor. Dus, juist, wij hebben dat verdubbeld. Fijn. Dus doe je best. Ik ga dat met mijn bankzaldo doen, dan is het leuk. Goed, we gaan praten over die crisis. Hoe merk je op dagelijks niveau, Harold, als ondernemer, dat je in een crisis zit? Kijk, voor ons bedrijf is en het is natuurlijk bijna ernstig om dat te zeggen, maar wij zijn een prijsvechter. Dus voor ons is zeg maar, de crisis is niet alleen een bedreiging, maar ook een kans. Want mensen zijn gewoon dan prijsbewuster. Ja. En wij willen gewoon laten zien dat er wat te kiezen valt. En hoe groter het prijsverschil is dat we ze aanbieden, hoe meer mensen er overstappen. Dus daar zien wij zeg maar, dat eigenlijk sinds de crisis, sinds 2009, zijn we heel hard gaan groeien. Daar waren we al mee bezig, maar dat heeft de crisis eigenlijk meegeholpen. Aan de andere kant zien we ook wel weer zeg maar, op hele grote, hele hoge niveaus, dat bijvoorbeeld de olie, gas en kolenprijs, die is gekoppeld dan weer aan de dollar. Dus als het slecht gaat met de euro, dan wordt de energie duur. Dat zijn wel dingen die wij natuurlijk heel erg in de gaten houden. Ja. Want je wil natuurlijk wel dat de energierekening, dat weten weinig mensen, dat is gewoon 8% van wat je op jaarbasis uitgeeft. Ja, dat is dus nogal wat. Als dat enkele procenten, en soms weer een vorige prijsverhoging was iets van 15%. Nou, dat hakt er gewoon in het huishoudbudget van de mensen in Nederland. Maar goed, maar het dubbele zit er dus in, dat terwijl de energieprijs eigenlijk stijgt, er toch een grotere kans is om juist als je energie verkoopt, geld te verdienen. Nou kijk, wat het is dat de energiemarkt is wat dan heet een verdringingsmarkt. Hij groeit niet. Er komt af en toe een nieuwbouwwijkje bij, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Ja. Dus zo gauw ik een klant werf, dan raakt iemand anders hem kwijt. Ja. Het zorgt ook wel voor dat de verhoudingen staan altijd op scherp. Ja. Want, gezellig is het niet. Nee. Maar uit je gezichtsuitdrukking leid ik af dat jij aan de goede kant van de streep staat. Nou, we zijn gegroeid inderdaad van in 2006 hadden wij nog 1,2 miljoen euro omzet. En dit jaar gaan we 400 miljoen euro omzet draaien. Dat is sprake van een lichte stijging. Dat is een beetje overspannen dan. Nou ja, kijk. Die indruk maak je niet. Nee, maar. Die zei al gewoon: het is wel heel hard werken. Dus weken van tussen de 80 en de 100 uur die zijn niet vreemd. Als ondernemer kan je helemaal niet overspannen worden. Daar heb je helemaal geen tijd voor. Dan heb je geen inkomen meer. Ja, dat is echt niet. Pas maar, je kunt wel zeggen: ik heb er geen tijd voor. Maar het gebeurt natuurlijk wel eens dat je overspannen raakt. Dat niet jij per se, maar je kunt je toch over de kop werken als ondernemer? Natuurlijk kan dat. Dat kan ook. Maar als dat gebeurt, dan heb je het in het begin denk ik niet door en achteraf. Jij detacheert mensen. Dat zijn mensen die dus eigenlijk al wel bij jou in dienst zijn. Dus dat is anders dan een uitzendbureau. En die zijn voor een groot gedeelte ook werkzaam, bijvoorbeeld in de bouw. Ja. Daar is bijna geen werk in op het moment, toch? Ja, eigenlijk mijn helft van mijn omzet kwam uit de bouw. Dus ik had ongeveer 250 mensen, dus de helft van 500 lopen in de bouw, toen de tijd, een paar jaar geleden. En dat is in één keer teruggeklapt naar op een gegeven moment 60 mensen. En dan heb je toch een probleem, want je een bepaalde organisatie opgebouwd. En buiten, de mensen buiten verdienen het geld voor je. Die zijn declarabel, zal ik maar zeggen. En dan stapelen problemen zich op. En als je dan ook nog eens een keer al dat negatieve nieuws krijgt, waardoor iedereen heel slecht geladen is. En eigenlijk iedereen zegt, ja, het is de crisis, we kunnen er niks aan doen. Het kan niet beter. Dan kan je eigenlijk maar één ding doen. En dat is... Die mensen ontslaan? De mensen buiten niet, want die verdienen het geld voor je. Maar dan moet je je organisatie aan gaan passen en scherper maken. Dat heb je ook gedaan? Dat heb ik gedaan. Ja. Maar is het niet zo dat heel veel mensen tijden van crisis, juist ondernemers, mensen niet op een payroll willen, dus wel gedetacheerd willen hebben? Ja, dat klopt ook wel, want die markt wordt kleiner. En uiteindelijk kan je een groter deel van die markt pakken, omdat veel bedrijven mensen niet meer vast aannemen. Maar die markt is natuurlijk zoveel kleiner geworden. De bouw is echt gehalveerd. Als de bouw straks weer wat groter wordt, is het goed voor mij. Want ik heb flexibel personeel. En bouwbedrijven denken natuurlijk wel drie keer naar. Dat heeft naar die reorganisatie waar je het over had. Ja. De directeur, waar jij dan boven stond, die heb je ontslagen. Ja,
Ja, eigenlijk hadden wij ongeveer 20 mensen binnen zitten. Mijn bedrijf bestaat nu 11 jaar, 11 en half jaar. En er zaten dus heel veel mensen al lang binnen, die ook goede vrienden waren voordat ze binnenkwamen of goede vrienden zijn geworden. En ik heb een aantal mensen die ik heel goed ken en waarvan een van mijn beste vrienden ook moeten ontslaan na overleg en naar kijken of zijn rol niet kon veranderen. En hij was niet de persoon om het bedrijf door die crisis te leiden. Ben je nog met hem een vriend? Ja. Nou, dat is wel bekoeld. Maar ik denk wel dat dat heel goed gaat komen. We hebben er ook wel gesprekken over gehad. Maar dat geeft een knauw. Dat is ook het nadeel van als je met een kleine groep zit met 20, 25 man. Als je 10, 11 jaar zo betrokken bent bij die mensen. Ik ken ze natuurlijk allemaal van haven tot gort. En maar ik onderneem eigenlijk alleen. Ik ben eigenlijk de eigenaar van het bedrijf, ja. Voor 100%. En er is niemand anders die tegen jou gaat zeggen van ik zou het zus of zo doen. Dus nee, ik kan me ook voorstellen, als het een goede vriend van je is en jij 100% van de eigenaar bent van dat bedrijf, dus goed de eerste lappen was zit. Dan zeg je, joh, kom op, doe niet zo lullig om naar mij te ontslaan. Ja, zo begint het. Zo beginnen mannen tegen elkaar. En je begint met gesprekken van, joh, zou je niet eens dit of dat? Ja. En dan zegt hij, ja, en jij dan? Helemaal gelijk, want ik zat er ook niet lekker in. Ja. En vervolgens hebben wij echt iemand extern erbij moeten halen om te kijken, niet alleen naar zijn rol, maar ook naar mijn rol. Want ik liet het ook liggen en een heleboel andere mensen binnen de organisatie ook. En dan ga je gewoon kijken, waar wil je naartoe als organisatie en wie past erin? En ik had een profiel om op de bok te springen en weer echt de baas te worden. En er zaten dus je hebt een touwtjes weer in handen genomen? Ja, helemaal. Ja. Maar, wanneer is dit allemaal gebeurd trouwens? Dit is eind vorig jaar begonnen en dit is eigenlijk nu pas net deze maand echt afgerond. Jezus, wat heftig, zeg. Ja, dat is heel heftig. Even naar jouw bedrijf. Wat zijn de kansen die jij ziet in de crisis? Ik zie enorm veel kansen, maar ik wil wel benadrukken. Ik ben 8 jaar bezig en ik heb nooit gehoord dat het goed ging met ons land, hoor. Dus die illusie heb ik ook niet eens meer. Van ja, het gaat nu heel slecht, maar ik vond in 2005 waren we net met z'n allen net zo aan het zeiken als nu. We zijn gewoon klaar. Dus consumentenvertrouwen is gedaald, toch? Ja, ik vind van wel. En dat doen we allemaal mee, waarschijnlijk ik zelf ook. Maar we zijn natuurlijk niet echt een land dat zegt, kom, we gaan even lekker nog eens harder werken. Nee, maar nu is consumentenvertrouwen nog kleiner dan toen. Ja, en toch hoor ik alleen maar mensen, ik wil minder werken en ik wil meer verdienen. Ja, dat werkt niet zo. En wat zeg je tegen die mensen? Ja, dat zeg ik, wat denk je zelf? Ja. Nee, maar ik wil niet lullig doen, maar die jonge jongens die nou een mooie studie hebben. Dat is heel kleine die in kans. Die zaal zitten hier, bedoel je? Ja, maar er is een hele kleine kans dat zij straks aan de bak kunnen. Dus ik zeg, ga lekker ondernemen, ga lekker je eigen ding doen. Want je kunt dus niet afhankelijk zijn van andere mensen. En je moet helemaal niet komen. Mag ik alsjeblieft 1 dag vrij in de week, maar ik wil wel hetzelfde salaris houden. En dat is wel een beetje de Nederlandse mentaliteit. Zijn wij 100%. Ja, super. En ik ook, hoor. Ik ook. Ik ben ook verwend, want ik wil ook niet. Ik wil ook alles. Maar toch, het is wel. Waar blijkt realiteit. Dat uit dat we verwend zijn? Is dat omdat mensen dus inderdaad korter willen werken? Of ja, nee, maar luister, mensen willen niet hard werken. We zijn gewend geraakt dat andere mensen dingen voor ons oplossen. En ook, we zetten onze schouders in. Ik zit wel eens in een Chinese fabriek. Dan zijn ze om 6 uur ochtends aan het werk. Maar om 12 uur gaan ze nog steeds niet naar huis. En daarom. Ja, maar dat is niet toch echt een ideaal? Nee. Schat, en dan zou ik ook nooit. Ik vind ook niet dat we daar naar terug moeten. Maar het is wel een heel groot verschil als mijn medewerker. Of als ik met andere ondernemers praat. Dat hun medewerkers zeggen. Ja, ik wil eigenlijk minder werken. En ja, ik wil niet te hard. Ik denk wel dat het is een beetje de norm geworden in Nederland. Maar dat is wel jammer. De arbeidsmoraal omhoog moeten. Door bijvoorbeeld meer uren in de week te werken? Dat zie je toch in de bankenbranche ook natuurlijk. De ING ontslaat nu gewoon 2000 fulltime baan. Maar er is geen mens. Bijna, ja, en nog 700 extern. Maar er is geen mens die zegt van zouden we misschien ook zo minder salaris kunnen gaan doen. Waardoor we misschien meer mensen in dienst kunnen houden. Ik bedoel, aan de cao-salarissen mag gewoon niet getornd worden. Zou jij dat doen in jouw bedrijf? Minder salaris nemen? Zeker weten. Ik heb het ook zeker gedaan. Heb jij het ook gedaan? Want jij ontslaat je beste vriend. Ik doe niet lullig. Maar zeg je dan zelf ook, ik stond op de payroll voor dit bedrag, maar ik geef mezelf ook maar even wat minder, want het gaat niet zo goed? Absoluut. Dan moeten ze bij de omroepers omkomen. Sowieso bij de start van het bedrijf, dan ga je allemaal mensen aannemen, die betaal je salaris en zelf verdien je niets. Ja. En wij hebben 1,5 jaar zonder salaris het bedrijf gewoon opgezet. Ja, en dat is ook gewoon. Dan zit Thijs vond ook af en toe wel eens te kijken. Gewoon van, heb je weer nu een duur. Zitten wij dan nu in de grip van bijvoorbeeld vakbonden? Dat je zegt van. Nou, ik wil niet het gas voor de voeten van de ondernemers weghalen. Maar ik heb zelf als kleine bank wilden wij starten. En we moesten opboksen tegen de grote jongens. Een beetje zo vergelijkbaar met jij had. Met de energiemaatschappij. Wij waren verplicht ons te houden aan die cao van die grote banken. Waar echt heel goed betaalde mensen zaten. Terwijl wij zeiden, we zijn ook een prijsvechter. We willen het juist goedkoop doen. De mensen wilden zelfs ook tegen lagere salarissen werken. Maar je was verplicht die cao te houden. En dat kan soms zeer beklemmend werken als je een nieuw
jong bedrijf bent en je moet opboksen. Ja. Ja, ook als je een bedrijf hebt met een enorme overheid. Juist dan denk je dat je een probleem hebt in deze tijd en geholpen dient te worden, toch? Harold, kun jij schetsen hoe het is gegaan toen je begon? Ik bedoel, dus Rotje zei al, er zitten hier jongens in de zaal die erover denken om zelf een onderneming te beginnen. Hoe is dat bij jou gegaan? Nou, in principe ben ik in 1998 al begonnen met een eigen bedrijf. Dat was een kleine uitgeverij. En dat is eigenlijk ontstaan toen ik samen met Pieter, die ik vrij oppervlakkig kende, Pieter Schoenen, dat is mijn compagnon al 14 jaar. En die liep rond met een idee en ik kende hem eigenlijk niet anders dan dat hij altijd dingen aan me probeerde te verkopen. En in mijn studententijd kon je bij hem onder andere waterbedden met een foutje krijgen en fake Ralph Lauren shirts en zo. Ik had spijkerbroek, hè? Bas was ook zo'n duidelijk eens. Ja. En toen dat bedrijf heb ik toen opgezet en eigenlijk hebben we toen met elkaar al een enorme piek meegemaakt. Toen een enorm dal. Toen zijn we had je gegaan. Bedrijfsruimte gehuurd? Of nee, alles. Kijk, alles wat je moet doen. En dat zie je ook nog wel eens met startende ondernemers. Die zeggen dan van ja, ik ga een bedrijf beginnen en de bank geeft me geen geld. Mm-hmm. En je denkt van ja, je zit midden in een crisis. Dan moet je het dus anders regelen. Dus wij hadden bijvoorbeeld een hele raad van advies. Dat waren allemaal advocaten, accountants en zo. Daar gingen we dan mee eten in een niet al te duur restaurant. En dan maakten ze in ruil voor een etentje, maakten ze dan je contract in je algemene voorwaarden. En ja, eigenlijk sinds de tijd dat ik ervoor betaal, heb ik nooit meer zo'n goede contract in algemene voorwaarden gehad. Dat was in die tijd. Maar even misschien is die banken sowieso wel een punt. Want banken lenen nu geen geld uit aan ondernemingen. Althans niet zo snel aan een startende onderneming, bedoel ik. Ja, hoe moet je dat oplossen? Ja, kijk, ik denk dat je er gewoon ook voor een heel groot deel zelf voor kan zorgen dat je niet meteen heel veel geld begint te verbranden als ondernemer. Dus je hebt, als je creatieve manieren kan bedenken, zoals wij bijvoorbeeld zijn begonnen in de energiemarkt, hebben we een partnership gesloten met een klein nutsbedrijfje in Schiedam. Daar zaten allemaal ambtenaren die zeiden, wij weten niets van werving van klanten, maar we kunnen ze wel factureren, incasseren, inkopen, alles. Ja. En wij noemden dat het ontzorgingsmodel. Ja. Dat vonden ze zelf ook heel mooi. En zo konden wij eigenlijk die energiemarkt leren en we konden ook zien, want... Maar je moet dan toch een kantoor hebben waar je mensen kan ontvangen en hoe het een beetje chic uitzien. Ja, dat ging aan het begin niet. Ja, op het begin moesten we, zeg maar, want dan kwamen we zeiden zelf, we komen naar jullie. Toen zeiden we, nee, we komen wel naar jullie. Maar op een gegeven moment was het wel zo. Toen moesten we van dat kleine nutsbedrijf moesten we naar een groot bedrijf. En daar moesten we als partner krijgen. Toen wisten we van, hoe gaan we dit doen? En we hadden toen een kantoor in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam. Dat is een hele mooie buurt. Alleen wij hadden eigenlijk een heel lelijk kantoor. We zaten met 13 man in de kamers van 4x6. Het was één kiphok. Alleen we hadden één hele mooie kamer. Dat was een oude havenbaronnenkamer met een schilderij van een schip. En van de vloer tot het plafond gelambriseerd. Kroonluchters, helemaal af. En toen kwamen er dus, zeg maar, het was een groot Duits bedrijf. Inmiddels eigenaar van Essent. En die kwamen met een Duitser en een Nederlander. Die Duitser heette ook Wolfgang. En de Nederlander heette Van der Zanden. Die noemen wij ook Van der Zanden. Van de soldaat van Oranje. Ja. En iedereen was wel heel zenuwachtig. We moesten zorgen dat die mensen, die mochten niet in een andere kamer komen. In die kamer. En uiteindelijk, we hadden ook een wc op die vloer. Daar hebben we de hele dag gewoon verbodsborden bij gestaan. Want niemand mocht daar een grote boodschap gaan doen natuurlijk. En uiteindelijk hebben we ze dus die kamer ingeleid. En hebben daar een vergadering gehad. En ze daarna een handje geschud en gezegd van ja, de rondleiding komt de volgende keer wel. En toen hebben we later na... En dat deden die Grieken ook zo ongeveer. Nou ja, maar later na, wij noemen dat zelf altijd een beetje street smart. Later na hebben we ook echt gehoord dat die Duitse man in principe uiteindelijk tegen die Nederlander ook heeft gezegd dat hij toen de deal met ons heeft gedaan op basis van die kamer. Juist. Het is wel een illusie, verkoopt wel echt. Ja. Ja. Maar illusie verkoopt. Ja, maar het is